Ja, ik dacht, dat heb ik gehad, ik ga maar gauw zitten. Maar de bedoeling is dat we nu gaan staan en samen ons geloof belijden. Wij geloven in God die ons het leven gaf. Een leven waarin wij niet alleen zijn, maar dat we delen met anderen. Een leven dat de moeite waard is. Wij geloven dat God wil dat mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en elkaar niet lastig vallen. Dat mensen hun geluk, hun huis, hun eten en drinken samen delen en zich inzetten om voor iedereen de wereld te maken tot een plaats waar het goed is om te wonen. Wij geloven in wat God ons gaf, de groeikracht, de blijheid en de liefde die wij voelen in onszelf en het wonderlijke van de schepping om ons heen. Wij willen daarvan genieten en er met zorg mee omgaan. Wij geloven in de geest van de God die leeft in de mensen die goed willen zijn. Wij geloven in Gods Zoon, Jezus van Nazareth, die vol was van die geest en aan ons mensen duidelijk liet zien wat dat teweeg kan brengen. Laten wij ons hart openen voor God in gebed, in vragen om steun en in dankzegging. God van de wijngaard, wij keren ons hart tot u en bidden voor alle parochianen van de Theresia-parochie die onopgemerkt zich inzetten voor deze geloofsgemeenschap, liefdevol en met toewijding. Mogen uw vrede en zegen met hen zijn.